In hoeverre heb jij je nu al moeten voorbereiden hierop? Heb jij huiswerk moeten doen of zo? Welkom en wat leuk dat je kijkt naar vlog 30. We zijn weer even getransporteerd van de finale in Nijmegen naar hier, de Utrechtse Heuvelrug, waar het alweer heerlijk mountainbike weer is. Maar in deze editie van mijn vlog wil ik aandacht vragen voor een heel belangrijke ontwikkeling in de triathlonsport, waar jij actief aan kan bijdragen. Remmert, ja. Het gaat goed met triathlon in Nederland. Het gaat zeker goed met triathlon, al een tijdje. Ja. We hebben ooit berekend dat we daar de laatste 5 jaar hebben we iets van 40% ledengroei gehad. Gelukkig zijn het aantal evenementen ook fors gegroeid. Maar het aantal juryleden is maar met 1,3% gestegen. Dus je kan je voorstellen dat we heel blij zijn met heel veel nieuwe mensen, heel veel nieuwe evenementen. Maar dat het wel steeds ingewikkelder wordt om al die evenementen op een goede manier te bemensen met officials. Luc, waar ga je staan? Wat is je taak vandaag? Ik ga bij de stapstreep staan. Op zo'n balk? Ja, dat is, of bij de splitsing, lopen, fietsen. Oké. Ook heel belangrijk. En wat heb jij net geleerd in de briefing? Dat ik daar naartoe ga. That's it. En dat, dat ik tot 4 uur moet staan. Ja. En de rest gaan we nog uitvinden bij de official die daar staat. We gaan het zien. Veel plezier. Ervaringen zijn nu beter omdat we nu meer tijd en aandacht besteden aan een goede opvang van die officials op de wedstrijd. We hebben dat het eerste jaar wat minder goed gedaan, waardoor er wel mensen waren, maar die wisten niet goed wat ze moesten doen. En nu zijn er gewoon opnieuw veel mensen, maar ze worden ook beter begeleid. En dan zie je in één keer dat ze veel functioneler worden, dat ze het ook leuker gaan vinden en dat er ook doorstroom gaat ontstaan van dit soort assistent-officials naar de wat meer formele official taken. Eerste dag als assistent official zit erop. Het hesje wordt opgevouwen. Hoe was het vanmiddag? Ja, nou ja, het was leuk. Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen voor de club. Ja, dat gaat het op. En was het ingewikkeld? Het was niet zo ingewikkeld. Maar je moet wel je oog in je rug hebben af en toe. Ja, wat dan? Ja, precies. Nou, soms komt er een fietser van achteren. Hè, terwijl je eigenlijk lopers van voren verwacht en dat soort dingen. En toch wil er iemand die al 2 rondjes door het lopen pikkelen. We gaan blijkbaar soms heel rare dingen doen. Dus ja, dat kan wel gebeuren. En hoe reageren atleten op zo'n jurylid? Dat kun je nu eindelijk eens zelf ervaren. Ja, weet je wat leuk is? Er zijn er gewoon een heleboel bij die gewoon even bedanken nog en het langs gaan. Dus dat is natuurlijk super tof. Zou je het volgend jaar nog een keer willen doen? Ik wil het sowieso doen, maar ik denk dat alle mensen van de club een steentje bij kunnen dragen. Ja, dus, ik was de eerste. Ik ben benieuwd wie de volgende is. Het zou mooi zijn als naast de groei in deelnemers en evenementen ook officials mee. Dus, bij deze een oproep aan ons allemaal. Mocht je de nieuwsbrief van de NTB vorige week gemist hebben, er starten nieuwe official cursussen. En het is een oproep aan jou, aan mij, aan ons allemaal, om te zorgen dat we deze mooie sport kunnen laten groeien, door af en toe ook een aantal uren als vrijwilliger aan de kant te gaan staan bij evenementen. Ik heb trouwens nog wel een tip voor de NTB. Ik heb dus Luc gevolgd de hele dag als assistent official. En ik begreep dat hij alleen tijdens onze eigen wedstrijd official hoefde te zijn. En dat is natuurlijk een beetje zonde. Als iemand toch een middag vrij moet maken of een ochtend moet vrijmaken in zijn agenda om naar een evenement toe te reizen, laat ze dan gelijk gewoon een paar uur aan het werk. Dat is voor iedereen zo efficiënt. Kun je dezelfde aantal vrijwilligers over meer evenementen spreiden en dan lossen we dit probleem zo met elkaar op. Als je mijn reis in de wereld van triathlon in Nederland en hardlopen specifiek en mountainbike, daar komt natuurlijk vast ook meer over, wil volgen, druk dan nu even hieronder op abonneren. En ik zie je volgende week bij een volgende vlog. Hoi!